24 mei maakt de Nederlandse en internationale atletiektop zijn opwachting bij de AA Drink FPK Games in Hengelo. In aanloop naar zondag kunt u met het FPK-journaal op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Kijk elke dag vanaf 6 uur voor interviews, achtergronden en sfeerimpressies naar het FPK-journaal. Terwijl de sporters de laatste training hadden, is zaterdag ook de opbouw begonnen voor de landelijke live-uitzending zondag bij de NOS. Het moeilijke van sport in het algeheel is dat je nooit weet wanneer wat precies gaat gebeuren. Dus bij voetbal, je weet dat er misschien wel een goal gaat vallen, maar je weet niet waar, links, rechts, wanneer. En het specifiek moeilijke van atletiek is dat de dingen ook nog eens tegelijkertijd gebeuren. Dus het is een loopwedstrijd, is bezig. En op datzelfde moment is ook het discuswerpen bezig, is ook het verspringen bezig. En dan is het ook nog eens een keer zo, bijvoorbeeld bij discuswerpen, er is een verste worp. Maar wanneer? Is dat in de eerste ronde, is dat in de zesde ronde? Dus je hebt onvoorstelbaar veel, variabelen. En dat maakt het enorm tricky. Hoe maak je daar de keuze in? Wat je direct uitzendt en wat je later uitzendt bijvoorbeeld? Nou, de keuze is dat in principe ligt, doen we de loopwedstrijden altijd live. Ja, en dan zit de keuze daarna tussen die loopwedstrijden zit natuurlijk heel erg de keuze in. We weten natuurlijk wel wie de goede verspringers zijn, wie de goede discuswerpers zijn. Kunnen we die live pakken? Maar we nemen ook allerlei dingen op slow motion. Dus dan is ook iemand die zegt, ho, we hebben nog eventjes die derde worp van die. En die tweede worp van die andere, die moeten we ook nog even laten zien. En dan pas kunnen we live. Dus het is heel erg puzzelen. Oké, kun je een korte samenvatting geven? Hoeveel camera's hier staan, hoeveel mensen eraan meewerken, wat er allemaal aan techniek staat bijvoorbeeld? Nou, er zijn iets van 14 camera's. Er zijn er ook een paar die onbemand zijn, dus de finishcamera, maar de meeste camera's zijn bemand. Dus je hebt in ieder geval 12 cameramensen, maar er zijn 5 mensen bezig met de slow motions. Er zijn die camera's, die moeten ook allemaal dezelfde lichtkleur hebben. Dat heet de shaders, dus er zijn 5 shaders bezig. Dus producers bezig, mensen voor de graphics, dus voor de tijdwaarneming en zo. Dus al met al bij elkaar, voor deze tv-productie, is het, schat ik, zo'n 45 mensen. Was het ooit gebruikelijk, routine zoiets? Of is het gewoon elk jaar weer goochelen met wat je aan het doen bent? Nou, het is elke keer weer een beetje goochelen, althans wel natuurlijk beredeneerd goochelen. En dat komt omdat, ja, er is maar één zo'n grote atletiekwedstrijd in Nederland per jaar. Dus ja, dit doen we één keer per jaar. Dus dan krijg je er nooit routine in. Plus, wat ik net al zei, is dat ja, het is per definitie een chaotische wedstrijd. Dus je krijgt hier nooit routine in. Heb je er zin in? Ik heb er wel heel veel zin in, want juist dat het een grote puzzel is natuurlijk ook juist een van de redenen waarom het zo leuk is. In aanloop van het grote evenement zondag zijn er een aantal side-events, waaronder ook de Funny Business Games, een netwerkevenement voor businessclubs in Twente. Vrijdag 22 mei was het stadion het toneel van een ludieke zeskamp waar sporten als hordenkruipen en buikschuiven werden beoefend. Het evenement werd afgesloten met een netwerkborrel. Ja!